Oh, dat zouden we natuurlijk in de keuken horen. Okay. Pst, zoek jij FIFA Coins? Nee. Echt niet? Nee. Maar jij kan ze het beste kopen op FIFACoinsKoop.nl met de code Matthy voor jouw korting. Sprietjes! Hela hola FIFA Dema, Doma. De FIFA 16 demo is daar. Oh, en ik heb er zin in. Ik sta er nu voor het eerst op, dus ik ben ziek benieuwd wat het gaat brengen. En ik neem jullie mee. Naar Rome of Parijs. Nou, ik denk niet dat we naar Rome gaan, want AS Roma zit volgens mij niet in het spel. Ja, flikker op met je kutzooi. Ik zweer, deze dingen zijn echt gruwelijk lekker gek. Oh, zijn schouders vallen uit elkaar. Illuminati confirm. Oké. Okay. Damn, yo, dit gaan we gelijk doen, gek. Okay. Yo, deze heeft ook een strakke lijn, net als ik. Maar die is goed, gek. 88 rated. Oké, okay, changing plans. Ik denk dat ik meer op Duitse vrouwen val. Pop. Peter. Peter. We gaan Peter erin zetten. Let's go, Peter. Ja, zij ziet er echt goed uit, hè. Ik denk dat we haar in de gaten gaan houden. Let's go. Zijn er echt vrouwen met 5-star skills? Oh, zijn 5-star skills. Oh, lekker om met je koppie. Steek dat koppie er maar onderdoor. Wat gaat er voor? Huh? Maar die kopbal trilde. Daar heeft dat wijf echt een zwaar voorhoofd, hoor. Net zo hard als de paal moet het voorhoofd zijn. Want dan trilt je controller ook, toch? Net al, ik ken dit trucje. Oh, Bolassi flikkie. Oké. Oh, Bolassi flik. Oké. Oh! Fuck, die truc is echt goed. Die ga ik sowieso spammen dit jaar, jongen. Die is echt heel vet, hé. Props, EA. Ik denk dat ik nu eindelijk vrouwelijke fans krijg, jongen, nu ik dit upload. Had ik nu maar Peter in de verdediging, dan was ik sowieso echt onverslaanbaar. Pom-pom, Peter is een next level chickie, oelala. Hi. Kom op. Voor die akka. Oh, let's go, Dio! Okay. Zo, dat heb ik even gefixt, dames. En nu weer terug naar de keuken, godverdomme. En soms zijn er ook vrouwen die daar gewoon de leiding hebben. Oh, is daar iets mis mee dan? Daar is alles mis mee. Waarom? Omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen. Hoe is het mogelijk? Ik vermaak me echt kostelijk, jongen. Bruh. Oh, ja, nee, meedoen is belangrijker dan winnen. Altijd als een vrouw over voetbal praat en ze zegt, ik schopte de bal. Wat? Schop de bal, je schopt geen ballen. Je schopt in die ballen van je vriend, maar niet op... Je noemt het schieten. En je kan niet voor de bal zijn of voor degene die wint. Je moet voor een team zijn als je kiest voor wie je bent. Voor wie ben jij? Voor de bal. Fuck you. Dat is even een rant richting vrouwen, maar voor de rest vind ik vrouwen echt geweldig. Echt geweldig. Oh, kut. Melanie? Chickie. Pom-pom, next level chickie. Wie heeft nog een vriendin nodig, joh, als die vrouwenvoetbal in FIFA heeft? Ja, bedankt. Oké. Oké, dit was niet echt geweldig 1-1, maar... Ik heb natuurlijk nog iets meegenomen voor de vaste kijkers. Chocoladekruidnoten. Chocoladesoepen. Oh, strafschoppen. Zij gaat het doen. Zij maakt die penalty. Pom pom. Okay. Kijk, dat gewoon nog hetzelfde. Oh, ze zouden het eens veranderen, jongen. Bam! Al die geile mannen achter het doel. Dus echt... Ah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Die Panenka is veranderd, zag je dat? Dat is ziek vet, jongen. Even serieus, dat wist ik. Sorry, keeper is klein trouwens. Maar dat is echt gruwelijk. Deze heeft echt een dikke reet. No offense, ik zal wel niet onaardig weer zijn. Straks kom ik weer op het Etihad Boulevard of zo. Oh. Even serieus, Panenka. Kijk, je ziet die Panenka's niet meer zo... Je ziet het is echt zoals je een Panenka neemt. Zo aanlopen dan vanaf zijkant zo... Verschrikkelijk boos. En we zwaaien met z'n allen naar die chick. Zo voor de derde keer in. Oh nee, wat een kutbalkie. Nee. Oh nee. Hey. Oh, mooie beentjes. We gaan het gewoon doen. Let's go, FIFA. Die keeper trapt er ook realistisch in. Die duikt niet door. Die denkt, ah, shit, in het midden. Hé, hey, deze animatie is ook vet. Oh, je kan juichen naar de winnende doelpunt. Ik word helemaal af. Okay. Dus ik ga pepernoten eten. Oh. Dat was een klein dansje. Oké, mensen, dit is tof. Veel van jullie zouden het vast meegekregen hebben, maar dit is FUT Draft. Dat is een nieuwe game mode in de Ultimate Team die eigenlijk los staat van de spelers die jij in je club hebt zitten. Je gaat dit toernooi, laat maar zeggen, in. Waarschijnlijk moet je dan als je online speelt coins inleggen, offline ook. En dan krijg je gewoon random 5 opstellingen. En ik kies bijvoorbeeld 4-1-2-1-2. En dan krijg ik alleen maar random spelers die ik overal neer mag zetten. Dus je kan niet zelf een team bouwen. Het is gewoon, je moet het doen met wat je hebt. En ik sta nergens op dat Lucas 85 is, maar ik weet het ook niet. Laten we zeggen, ik ga voor Gutsen. Eigenlijk is dat super dom, maar ik hoop dat ik Robben krijg. Kan ik gewoon zoeken als random spitsen. Ah, ik krijg Luis Suárez. Ja, die is veel te goed om te laten liggen, jongen. Ah, wat een troep. Please give me. Oh, ik heb de verkeerde. Er zit nou CM's in deze opstelling. Er zit geen rechts en links meer. Nou heb ik geen buitenspelen. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Het wordt echt helemaal niks, dit, jongen. Koekoek. Please, 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 please. Pat, pat. Juist, Bayern. Boeien dat die anderen beter zijn. Dat er Danilo bij zit. Die echt zieke stats heeft. En hij heeft ook nog eens een rug. Een gratis rug. Ik ben echt een appel. Oh, je gaat mij zeggen dat ik dit ook nog heb. Bernardo. Oh, die kan ik toch gewoon. Kan ik die er zo inzetten? Ja, hoe simpel is dat? Heb ik ook de hele bank nog die ik kan veranderen. Hummels. Naldo. Ah, weer een Duitser. Let's go. Neem wel bad teken. Waarom? Je gaat me niet zeggen dat ik ook nog reserves heb met allemaal random spelers. Toombiaatje. Oké. Miranda. Maar Miranda zegt dat ook altijd. Pa, zegt ze, jij hebt echt down. Iedereen staat op chemistry, behalve Suárez. Die heeft gewoon geen chemistry. Oh, deze man heeft een petje. Een petje. Hij heeft hem ook zo op zijn hoofdje zo. Dit is echt de hemel op aarde als je een pepernoot-smikkelaar bent. Twee van die lekkere witte. Eerste potje Ultimate Team van dit jaar. Ik ben echt benieuwd, jongen. Ik ben eigenlijk meer aan het vreten in deze video dan aan het commentaar leveren. Luis Suárez. Oh, die Suárez. Oh, die Suárez. Oh, oh, daar gaat hij. Luis Suárez. Let's go. Oh, sweaty goal. Kom op, kom op. Kou van een broodje pindakaas. Pindakaas. Nee. Robbie, ga weg. Stomme Rick. Je lijkt op Arias en Shaqiri. Oké, ik moet zeggen, de enige waar ik echt heel veel plezier aan heb op het moment is Luis Suárez. Let's go, let's go, let's go. Ik weet dat je kan vieren met de bank. Laten we het proberen, dat is echt ziek. Waar zijn jullie? Wat voor primitief apengedrag was dat? Maar ik dacht dat je kan vieren met de bank. Maar misschien is het alleen als jullie winnen. Dus scoort in de laatste minuut of zo. Ik heb nog nooit een YouTuber tijdens een gamevideo pepernoten zien vreten. Ik ben echt een idioot. Daar is hij al. Cruisen, cruisen. Oeh. Pief, poef, paf. Okay. Slagroomspray. Slagroom op het hoofdje van Markie. Heel Sani, echt heel lekker. Lekker smikkelen. Okay. Nou, 3-1. Markie, Markie. Bij die individuele acties is het altijd het simpels, weet je wel. Dat gaat altijd zo makkelijk. Mario, Mario. Oh, je krijgt zijn kaartje te zien als hij scoort. Dat is wel geniaal. Jack houdt van spek. Hij propt het in zijn nek. Okay. Oh, 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 oh. Laten we even El Clásico nog rocken. Nee, ik ga gewoon tegen de Seattle Sounders, want ik ben een pussy. Let's go, FIFA. Let's go, FIFA. Let's go, FIFA. Let's go, FIFA. Ik hoorde van Robbie, en die is natuurlijk heel erg objectief ten opzichte van Messi, dat Messi dit jaar even, of misschien wel beter is dan Ronaldo. Als Robbie het zegt, dan is het vaak gewoon waar. Robbie is echt gewoon goed. Colassieflik. Oh, Ronaldo de Colassieflik. Colassieflik. Ik ga denk ik straks als ik klaar ben met opnemen, ga ik gewoon non-stop de Bolassieflik oefenen. Mensen willen trouwens ziek graag weten, denk ik, hoe die werkt. Hij is echt simpel. Je houdt R1 ingedrukt en je doet naar voren, naar rechts tikken. Gewoon tikken. Die kutkabel hing in beeld, dat boeit me geen reet. Kijk, vanaf die lijn mag Ronaldo aanlopen en vanaf die lijn ligt de bal. En daar ligt het muurtje. Zie je, dat is wel eerlijk. Dat is ook, Ronaldo mag niet eerder lopen. Moet ook achter het lijntje beginnen. Oh, lekker hoor. Knap. Oh, keepertje. In de 86e minuut is echt heel droevig, Matthy. Ik bedank je voor het kijken. Ik hoop dat je het vet vond. Dat je net zoals ik hyped bent voor deze game. Laat het weten. Blauw duimpje is cool. Maar de demo is echt saai, want de computer is zo lelijk. En de groeten van Peter. Pom Pom Peter is een next level chickie oelala.